De Percé Luhur zal uit de coalitie stappen als president Chan Santoki zal toestaan dat de ABOP invulling geeft aan de vakante post van minister van Binnenlandse Zaken. Het hoofdbestuur van de Percé Luhur heeft woensdagavond vergaderd over de brief van de ABOP aan de president. De ABOP heeft nu formeel gevraagd om invulling te geven aan de opengevallen post van minister van Binnenlandse Zaken. We legden dit voor aan ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe, die er als volgt hierop inging. Het is vrij normaal. En het is geen nieuwigheid voor mij. En het is ook geen verrassing voor mij dat de PL zeg maar, voorbereiding treffen om uit de coalitie te gaan. In feite, de PL is al lang eruit. Als je moet vragen volgens de politieke realiteit. Dus het is vrij normaal voor mij. En op basis waarvan zegt u dat? Nee, dat de PL al lang eruit is? Omdat u moet kijken naar de recente ontwikkelingen toch. Ja, en hoe moet ik het zeggen? Ik heb u laatst aangegeven van, kijk, er zijn gangsters in de politiek. Daar heb ik het niet over criminelen. Omdat er zijn, zeg maar, personen in politiek Suriname. Het moment dat je gaat beginnen met die personen, dan moet je de consequenties verwachten. En dat is gaan gebeuren. Ja, je kan de positie van de PL niet vergelijken met de positie van de ABOP. De ABOP is veel groter dan dat. En de leider van de ABOP is veel groter dan dat. Dus ja, Basukuba Feni Bachari. Dus is een simpel rekensommetje. Ja. Maar wanneer de ABOP, wanneer de PL verder aangeeft, wij van PL gaan ons niet onder druk laten zetten of voor de gek laten houden. Er is een schriftelijke overeenkomst gesloten bij de instelling van de coalitie. Als de ABOP de overeenkomst eenzijdig wil opzeggen, dan is dat haar goed recht. Maar als de VHP hiermee instemt, dan gaat de PL uit de samenwerking. Wij hebben geen problemen met de VHP, zegt Somoharjo. Nee, maar tuurlijk niet toch. Kijk, het verschil nu is tussen de ABOP en de PL toch. Het is vrij duidelijk. VHP heeft niks gedaan. Na Bronte met de Cabo, na Brunswijk, dan als het wandelstok naar Ede toch. En dat is de consequentie, daar is dat in begonnen toch. Ja toch, dus ik blijf erbij. Het is politieke consequentie. Niet een big deal. De PL is ervan overtuigd dat als de ABOP de ministerpost van Binnenlandse Zaken mag invullen, de vice-president gaat frauderen bij de verkiezing omdat hij voor zijn leven vecht, zegt Somoharjo. Kijk meneer Ganesh, we zijn in een rechtsstaat. Een moment dat er ieder ziet van hey, er is iets mis ergens, we zijn allemaal vrij. De groene tafel is daar, als er wat is, ga aangeklaagd doen, zo simpel is dat. Dus het heeft geen zin nu om vooroordelen te komen vellen. Ja? Laat meneer Somoharjo rustig wachten. Op het moment dat hij iets heeft opgemerkt van iets misgaat, dan de groene tafel is daar, zo simpel is dat. Maar wat van de ABOP is, unoli bengi no wasma. Ja, we zijn in een constellatie. In feite, deze regering is gevormd tussen de ABOP en de VHP. Wij hebben de PL meegenomen als broertje. En het moment dat we niet meer samenwerken, moet je niks anders verwachten. Dat is politiek Suriname, dat is politiek. We zijn in een zakelijke relatie. En het moment dat we elkaar niet meer kunnen vinden, moet je openstaan voor de consequentie. De PL-voorzitter verwacht dat het hele volk in opstand moet komen als het ministerie naar ABAP gaat. Ook de politieke partijen moeten in opstand komen. Dat is toch zwaarwichtig? Nou, dat is niks zeggend, maar ik zag meer in de voorzitter van de PL. Kijk, meneer Somoharjo, we weten allemaal van, kijk, deze man is niet nu in politiek Suriname. Dus ik vond het heel, ja, ik heb geen woord ervoor dat hij zo moet reageren, zo naar buiten moet komen op dit moment. Belangrijk is, laat hij accepteren wat hij gecreëerd heeft en proberen om de PL naar een grotere hoogte te brengen, maar te komen met verwijten en deze kinderachtige zaken, het heeft geen nut, het heeft geen zin.
Dono de PL, de mamus de opagi a consequences. So simple is that what van de ABOP is, laat ABOP nemen. En wat van PL is, laat hij verder gaan. Omdat, kijk, politiek moet je leren, dat je moet blijven leren. Misschien is het ouderdom hoor, ik begrijp het even niet. Misschien is het ouderdom. Die man is al boven de 80. Dus misschien moeten ze even checken wat het probleem is. Maar ik zie, als je politiek Suriname volgt, zie je al een tijdje dat de manier hoe leiding wordt gegeven binnen de PL, dat het soms, ik weet niet of het geheugenverlies is, maar we zien geen consistentie. Ja? De PL staat steeds. Dankzij de ABOP dat ze nu een zetel hebben. En als je zo gaat gedragen, vooral nu, ampertjes een paar maanden naar de verkiezingen toe, dan vraag ik me af, wat wil je, wat ben je van plan om met de partij te doen? Want dit is alleen maar neergang voor de partij. Ja? We hebben alle verschillende in dit land nodig om dit land naar een grotere hoogte te brengen. Maar als we zich zo opstellen naar de gemeenschap toe, naar partijen toe, naar partners toe, dan komt het heel onverstandig over. Ja? Dus laat hij dit pad verlaten. Laat hij proberen om de partij naar een grotere hoogte te brengen. Ik heb het al gezegd. Na 2025 kunnen we nog samenwerken. Maar om met allerlei verwijten te komen, niks voor nodig. Is er een crisis binnen de huidige regering? Helemaal niet. Crisis? Nee toch? Als de PL nu zeg maar uit de coalitie gaat, hebben we nog 9 en de VAP is op 20. 29 zetels. We gaan gewoon verder, onverstoord. Net of zonder de PL? We gaan door, we gaan niet zongen. Next website. En de PP komt er dan 26 toch? En wij hebben 3 meer dan dat. Dus niks nog fout.